Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Het weer wordt voorlopig bepaald door een hoge drukgebied en dat ligt boven het centrale deel van Europa. Het zorgt ervoor dat de wind vanuit het zuiden waait en dat er warme lucht onze kant op stroomt. Vandaag hadden we ook al veel zonneschijn, alleen in het noordoosten van het land zat wat meer bewolking. De maximumtemperatuur van vandaag liep uiteen van zo'n 21 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. En daarbij stond niet al te veel wind. Vanavond is het nog aangenaam warm met 22 tot 24 graden, niet al te veel wind en weinig wolken. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 15 tot 17 graden. En het blijft ook helder en droog. Morgen krijgen we opnieuw een zomerdag met veel zonneschijn, ook wat hoge sluierbewolking, maar de zon die voert de boventoon. En het wordt op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 32 graden. Alleen in het noorden is het iets minder warm. Op donderdag beleven we de warmste dag van de week met 30 tot 34 graden, veel zonneschijn en niet al te veel wind vanuit het zuidoosten. Mogelijk dat later op de dag langs de stranden een wind van zee opsteekt en daar mogelijk enige verkoeling brengt. Op vrijdag wordt het in het westen minder warm met 27 tot 28 graden, maar dat is nog steeds zomers warm te noemen. In het binnenland blijft het tropisch en daardoor is er daar sprake van een hittegolf, want ook op zaterdag ligt de temperatuur in het zuidoosten van het land rond 32 graden. Als we kijken naar de lange termijn, dan zien we de warmte dat die blijft tot en met zondag, maar volgende week dan gaan de temperaturen omlaag richting de normale waarde van 21 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.